Hallo allemaal, daar zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van de Babbelbox. Mijn naam is Romano Wip en ik zit nu in de praatbox met drie praatmaatjes. Laten we even kennis maken met ze. Hoe heet jij? Isara. Isara. En jij? Tahani. Tahani en? Jaden. Jaden. Isara, Tahani en Jaden. Hoe oud zijn jullie? Hoe oud ben jij? 5 jaar. En jij? 6. 6? 7. 5, 6, 7. Ben ik dan 9 of 8? Je, we weten niet. Oh, jullie weten niet. Oké, okay, goed zo, goed zo. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ja, hebben jullie al gegeten, gedronken, alles? Ja. Ja? Oké, okay, goed zo. Dan ga ik jullie een paar vragen stellen. Zijn we ready? Ja. Ja. Oké, okay, ja. Goed zo. We gaan praten over koekjes. Van welke koekjes houden jullie? En waarom hou je van die koekjes? We beginnen bij Isara. Ik hou van chocoladekoekjes, omdat ze proeven zo lekker. Ze proeven zo lekker, nou, die chocoladekoekjes, die grote of die kleine? Die grote. Die grote. En van welke koekjes hou je? Ik hou van die Oreo-koekjes, want die schuim van de binnenkant is echt zoet. Oh, is echt zoet. Die Oreo's zijn die bruine, ne? Nee, van die zwarte. Die zwarte met blauw in het midden. Nee, met wit. Oh, met wit. Oh, sorry. Oké, okay, Jaden, van welke koekjes hou jij? Speculaas. Mhm. Chocolate chip cookies. Mhm. Kaaskoek. Zoveel koekjes. Speculaas, chocolate chip, kaaskoek, wat nog meer? Of zijn deze drie? Deze drie. Deze drie. Ik hou ook van speculaas. Speculaas zijn die blauwe koekjes, toch? Nee. Oh, nee. Welke kleur is speculaas? Bruin. Oh, bruin. Oh, oké. Okay. Maar wie kan me vertellen hoe koekjes worden gemaakt? Oké, okay, Tahani, jij. Van blom. Van blom. Wat nog meer? En zout. Zout, ook een beetje zout, ja. Denk je dat er ook water gaat? Nee. Nee. Gaat schuim? Schuim. Bijna goed. Denk je dat er eieren erin gaan? Ja. Ja. Eieren ook, toch? Dan moet je alles zo mixen. En wacht, volgens mij ook boter, ne? Is er ook boter erbij? Jullie weten niet. Nee, we weten niet. En kaaskoekjes. Is er ook kaas in kaaskoekjes? Ja. Zeker. En chocolate chip cookies hebben... Kleine chocolate chips. Oh, kleine stukjes zo erin, ne? Ja. Oké, okay. En Oreo? Oreo is van chocolade gemaakt. Oh, van chocolade. En die schuim is van schuim gemaakt. Oh, dat is van schuim, van ja. Van icing. Oh, van icing, ja. En dat maakt het lekker, hè? Extra lekker. Is extra. Dan smeer je het zo op die olie. Oh, dat vind je ook lekker. Oh. Dat zit zout in de vriezer. Oh, dan wordt het hard. Als je zelf een koekje zou mogen maken, hoe zou het eruit zien en hoe zou je het noemen? Hoe zou je koekje heten als je zelf een koekje mag maken? Chocoladekoek. Een chocoladekoek, alleen chocola. Van chocolade. Mm-hmm. En dat is Oreo-koek easy om te smelten. Chocolate chipkoek en kaaskoek. En kaaskoek, die zou je zelf maken. En hoe zouden je koekjes heten? Isara's koekjes. Zouden ze zo heten? Je weet nog niet hoe ze zouden heten. Tahani, jij, hoe zou jouw chocolate koekje heten? De Cupcake Bakery. De Cupcake Bakery. Oké, okay, ik lust nu al een koekje. En jij, Jaden, hoe zou jouw koekje heten? Of zou het groot zijn of klein? Zou je een grote koek maken of een kleine? Een kleine. Dat je het één keer zo in je mond kan zetten. Oh, je moet 2, 3 hapjes nemen. Nee, gewoon dat heel ding. Dat heel ding. Zoveel chocola in één keer. Jullie houden allemaal wel van chocola, hè? Ik hou van die witte chocolade. Oh, ik hou ook van witte chocolade. Ook van witte chocolade. Ik hou van die zwarte chocolade. Die zwarte, ja. Ja, ik vind dat ook lekker. In die blauwe pakje. Oh ja, ik ken het. Mm-hmm. Oh, ik hou ook van Kit Kat. Oh, Kit Kat is ook lekker. Ja. Oké. Als ik een boek, laat me jullie vertellen. Als ik een boek mocht schrijven, zou ik schrijven. Elke dag ga ik naar voetbal, want ik vind voetballen leuk. Na voetbal ga ik natuurlijk eerst mijn tanden poetsen en daarna ga ik in bad en daarna ga ik... Slapen. En een pyjama dragen. En een pyjama dragen, dat moeten we niet vergeten. Oké, okay, laat me jouw verhaaltje horen. Mijn verhaaltje gaat zijn... Mm-hmm. Een wolf is gekomen. Oh, over een wolf. Ja, dat een wolf... Een klein
een schaap gaat nemen. Oh, dan gaat hij een schaap opeten. En een jongen jakt gewoon. Oh, dus een geit. Nee, een schaap. Een wolf. Ja. En een jongen die jakt. Ja. Je maakt veel dingen mee, hè? Oké, en jij, Tahani? Wat zou jouw verhaaltje zijn? Mijn verhaaltjes zou zijn over Pinocchio. Pinocchio, oh ja, met zijn lange oren. Neus, oh, zijn neus. Daar jokt hij. Oh, wanneer hij jokt, wordt zijn neus lang. Ja. Oh. Van de toothfairy. Is mijn neus lang? Nee. Daar jok ik niet, toch? Nee. Is jullie neus lang? Voel even als je neus lang is. Nee. Nee. Jok jij? Nooit. Soms. Soms. Voor wie jok je? Voor mama. Voor papa. Ze gaan jullie zien op tv, hoor. En voor mijn zus. En voor je zus. Oh, je jokt ook voor haar. Maar niet echt toffe leugens. Kleine dingetjes, toch? Maar jok. Soms jokt mijn zus ook voor mij. Oh, soms. Nee, dan mag je ook voor de jokken. Dat vind ik het helemaal goed. Oké, spelletjes. Wie houdt van spelletjes? Oké, wat is... Jaden, wat is jouw favoriete spel om te spelen? Tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Oh, zo botermelk en kaas zeggen ze hier. Ne? Oh, oké, en met wie speel je? Met mijn moeder, met mijn broertje en met mijn zus. Oh, met z'n vieren spelen jullie. Maar daar jok je niet wanneer je dat speelt. Nee, oké, okay. Tic-tac-toe. Oké, okay. En Tahani, van welk spelletje hou jij? Van two-player games. Two-player games. Noem eentje voor me. Je kan schaken doen, je kan vissen vangen en je kan voetballen. En voetballen. En welke kan je beter? Schaken, vissen pizza, vangen. Pizza. Pizza. Een pizza maken? Zo op die game? Ja. Oh, en welke pizza maak je? Nee, je moet kijken naar die pizza. Dan moet je het dezelfde nadoen. Oh. En dan moet je een bel drukken. Dat als het de same is, dan krijg je een paar punten. Oh, oké. Okay. En dat vind je leuk om te spelen? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Met mijn broer. Met je broer. Oké. Okay. En jij, Isara? Welk spelletje vind jij leuk? Waterballon. En je gooit het op iedereen. Wanneer je iedereen gepakt hebt, dan heb je iedereen één punt. Oh, dan heb je één punt. En met wie speel jij waterballonnen? Met je moeder? Ja, en mijn vader. En je vader. Ik ging ook waterballonnen gooien. Is leuk, hè? Ja. En mijn zus, mama, zus. Ik had zo'n grote pak. Maar als ik een keer bij jullie kom, gaan jullie ook waterballonnen op me gooien? Nee, toch? Nee, maar ik heb geen waterballonnen meer. Maar ik heb wel zwaarte voor waterballonnen. Oké, dus als ik met die waterballonnen kom en we vullen het, gaan jullie op mij gooien? Nee, toch? Ja, 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 ja. Nee. Nee. Ik ga wel op jullie gooien, boy. Ik ga mijn broer zeggen om me te helpen, want hij gooit echt hard. Dan moet hij het op mij gooien. Ja. Nee, boy. En Jaden, hou jij ook van waterballon? Ja. En jij weet ook goed te gooien. Laat me zien, hoe gooi je die waterballon? Zo. Zo. Nee. Hij gooit het. Ah. Oh, en dan komt het op iemands hoofd. Nee, of op hun kleren. En dan gaat het of, psh. Of of zo, net als tennissen. En als mijn zus niet kijkt, dan druk ik het gewoon. Gewoon op haar hoofd. Ja. Dat soort dingen doe je. Ja. En hoe oud is je zus? 9. Dan doe je zulke stoute dingen met haar. Maar ze vindt het grappig, hè? En jij vindt het ook grappig. Ik vind jullie allemaal grappig en geweldig. We zijn klaar voor vandaag. Applausje voor jezelf. Vraag stellen. Je wil nog meer vragen? Oké, okay, laat me nog iets vragen. Van welke sport hou je? Doen jullie aan sport? Weten jullie wat sport is? Ja. Oké, okay, van welke sport hou je? Ik hou van ballet. Ballet, oh, dat is mooi. Kan je ook ballet? Ik ga naar ballet. Oh, je gaat naar ballet. Oh, dan moet je zo met je tenen doen, ne? Ja, toch? En als je ballerina bent, moet je de hele tijd lachen, toch? Of niet? Nee. Oh, het hoeft niet. Oh, zo doen. Dat alleen. En van welke sport hou jij? Zwemmen. Weet je te zwemmen? Ja. Oké. Okay. En Jaden, van welke sport hou jij? Ik kan in diep water zwemmen. Je kan in diep water zwemmen? Ja. Ik ook. Oh my goodness. Ik kan in water zwemmen dat precies hier is zo. Maar ik kan ook een flikkie draaien onder water. Een flikkie onder water? Oh nee, dat kan ik niet. Ik ben een beetje bang voor water. Ik kan alleen water drinken. En Jaden, welke sport vind jij leuk? Rennen sport. Rennen. Gewoon hard rennen. Brrr. Weet je ook hard te rennen? Ik ben sneller. Gaan we straks rennen? Waar?
buiten? Ja. Ja? Oké. Dat was het voor vandaag. Een applausje voor jezelf. U heeft het gemerkt. Ze weten flink te babbelen. En we zijn de volgende keer dan weer hier in de Praatbox. Goedendag jongens. Goedemorgen. Mijn naam is Jonathan Neslo. Ik kan me gewoon Jona noemen. Jullie heten? Ik heet Aruf. Ik heet Kief. Aruf en Kief. Misschien gewoon een simpele vraag. Wat voor beroep denk je dat ik doe? Of ben, of wat heb? Wat voor beroep heb ik? Piloot. Ja, heel goed. Ik ben werkelijk piloot. En op dit moment ben ik first officer in training bij Suriname Airways, of ook wel SLM. Kennen jullie de SLM? Ja. Van gehoord? Onze Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Heel simpel. Maar heel goed. Ja, ik ben piloot. Ik ben 34 jaar jong. En ik heb zelf ook twee kinderen, een jongen en een meisje. Hadassa en Jeremiah. Ik vlieg vanaf ik 3 jaar ben met mijn vader. Mijn vader was zelf piloot. Hij was private pilot bij de Euroclub Suriname. En zo ben ik eigenlijk verliefd geworden op vliegen. Hebben jullie ooit gevlogen? Ja, veel keer. Je hebt een paar keer gevlogen. Jij nog niet? Nee. Lief? Oké. Wel, vond je het leuk? Heel leuk. Maar soms als ik naar beneden ging of naar boven, dan deden mijn oren een beetje pijn. Oké, dat is helemaal normaal. Dat komt door drukverschil dat je krijgt. Heel goed. Maar je vond het wel leuk? Ja. Oké, geweldig. Dus ik wil dat ook aan Kief doorgeven. Vliegen, dat is een apart gevoel. Ik baal letterlijk en figuurlijk nooit van. Dus ja, ik begon met mijn vader mee te vliegen. Jullie leeftijd zo. En in 2008, of ook wel toen ik 18 jaar was, begon ik met twee vliegen. En zo ben ik dan mijn carrière begonnen met leren vliegen. Net als hoe je auto leert rijden, zo moet je ook een vliegtuig leren besturen. En ik ben vandaag hier als de first officer in training bij Suriname Airways, SLM. Is het moeilijk om te memoriseren welke knoppen je moet drukken? Oké, hele mooie vraag. Is het moeilijk om te memoriseren? Wel, je wordt eigenlijk letterlijk getraind om te onthouden. Het is een hele mooie vraag. Onze studie doet daarom zo lang, omdat we elke keer moeten herhalen. Het is een vaardigheid dat je leert. En net als hoe je voor, welk vak kan ik als voorbeeld geven, net als hoe je voor adreskunde leert, precies zo moet ik ook de stof nalezen. En je moet het dan toepassen in de cockpit. Dus ja, het zijn handelingen die je continu doet. Dezelfde handelingen, procedures die je uitvoert. En je moet wel blijven studeren. Er is voor mij geen enkele dag dat ik niet mag studeren. Ik moet gewoon elke dag studeren. Al is het 5 minuten, maar ik heb tenminste gestudeerd. Hoeveel knoppen zijn er ongeveer in een plane? Ja. Wauw, het hangt er helemaal vanaf wat voor vliegtuig je vliegt. Sommige vliegtuigen hebben maar 5 knopjes. Je hebt oudere kisten, oudere vliegtuigen, die hadden minder technologie. Heb je ooit een oude telefoon gezien? Ja, een Nokia. Een Nokia bijvoorbeeld, die had maar een paar knopjes, toch? Oké. En wat merk je op de telefoons van nu? Die zijn... Dat zijn nu op heel mooi. Dus het vliegtuig dat ik nu vlieg, heeft al schermen. Maar moderne vliegtuigen zijn touchscreen. Moet je gewoon, net als hoe je met je telefoon werkt, gewoon op je scherm drukken en alles gaat. Dus ja, op je vraag. Het hangt ervan af wat voor vliegtuig je vliegt. Sommige vliegtuigen zijn zeer modern. En andere die zijn standaard. Maar ze hebben ook geen moderne technologie nodig. Het hangt er vanaf waarvoor het vliegtuig gebouwd is en wanneer het gebouwd is, hoeveel knopjes hij heeft. Hoeveel vliegtuigen heeft u al gevlogen? Zo, ik heb een paar vliegtuigen tot nu toe gevlogen. Niet zoveel, maar
We kunnen beginnen bij zweefvliegen. Daar heb ik de K8 en K7 gevlogen. Ik heb toevallig geen beeldmateriaal hier, maar een heel mooi zweefvliegtuig. De Cessna 172, dat moet je googlen. Het is het populairste trainingsvliegtuig dat er bestaat. En verder de Cessna 206 182. Een beetje de Twin Hunter. En ja, vandaag de dag mag ik de Boeing 737-800 besturen. Dat is wel tof. Het is een jet. Dat is echt super. Wat is zo tof aan die vliegtuig wat je nu zo dingen vliegt? Dat ik nu vlieg, dat vliegtuig? Wel, het heeft jetmotoren. En ik weet niet als je naar die film hebt gezien, of gekeken, sorry. Soms zie je toch in tekenfilms een hele grote motor en dan komt er vuur uit. Ja, dat is eigenlijk een jetmotor, wel ouder, maar dat zijn jetmotoren. Ze zuigen letterlijk lucht en ze pompen lucht uit, zo'n motor. Wanneer het in de lucht is, kan je het horen. Ja, je hoort het, echt luid. Ook als een vliegtuig overvliegt, toch, hoor je al behoorlijk luid. En zo'n jetmotor geeft je heel veel snelheid. Dat is zo mooi. Dus wanneer ik het vlieg, lijkt het alsof je in een soort, ik weet het niet hoor. Het is eigenlijk onbeschrijfelijk. Je hebt zoveel kracht, zoveel power in zo'n vliegtuig. Dat je zo snel accelereert. Het lijkt, je bent sneller dan vogels. Het is gewoon geweldig. Als ik van hier vlieg naar Curaçao, in een normale Cessna 172, dus waarmee ik lesde, zou ik misschien bijna 6 tot 7 uren moeten vliegen. Met deze jet, Boeing 737, vlieg ik in 2 uur 20 minuten naar Curaçao. Groot verschil, hè? Wil je 7 uur vliegen of weer 2 uur? 2 uur. Oké. Ze zeggen time is money, hè? Maar ja, iedereen wil snel op hun destinatie zijn. Dus daarom is het zo leuk om een jetmotor te vliegen. Hoe groot is zo'n plane? Wauw, dus ik kan je heel moeilijk zeggen hoe groot het is, maar... Want als je naar de lucht kijkt en het is in de lucht, lijkt het alsof het klein is. Heel mooi. Waarom? Omdat we heel hoog zijn. We zijn dan om en bij op 11 kilometer. 11 kilometer is 1000 meter, 1 kilometer is 1000 meter. Dus we zijn 11.000 meter in de lucht. Vandaar dat we zo klein zijn. Ja, en je ons bijna niet meer ziet. Dus ja, je hebt dus een hele goede vraag. Zwem je? Ik was naar zwemles gegaan. Oké. Maar... Welk zwembad ben je geweest? Derde. Oké, bij Parima? Nee, bij Witte Lotus. Witte Lotus, oké, mooi. Witte Lotus, daar zwam ik vroeger ook. Oké, bij Witte Lotus, die baan, dat zwembad, is 25 meter. De meeste jetvliegtuigen die passagiers vervoeren, die zijn aan bij die lengte van dat zwembad. Daar heb je een beeld. Yes? Dat is vrij lang. Je vindt niet lang, vind je groot? Nee? Oké. Zouden jullie piloot willen worden? Voetballer. Jij wil voetballer worden? Oké. Zijn piloten nodig? Ja. Waarom denk je? Want bijvoorbeeld, ik ga een reden zeggen. Bijvoorbeeld, we willen voetballers worden en we worden voetballers. Dan moeten we naar een andere land. Dan kunnen we niet. Dan moet een piloot het wel doen. Helemaal. We zijn nodig voor transport van mensen en goederen. Dat is waar. En de technologie is zo ver dadelijk. Gaan piloten niet meer nodig zijn, want alles gaat automatisch zijn. Maar tot nu toe, voor de komende 20, 30 jaren, gaan we nog steeds piloten nodig hebben. Zou je durven te vliegen zonder een piloot? Helemaal niet. Nee? Je zou niet in een auto stappen zonder een bestuurder? Anders zou het niet kunnen rijden. Oh, er zijn auto's tegenwoordig die kunnen rijden zonder een bestuurder. Ze willen tegenwoordig dat ook doen met vliegtuigen. Maar, net wat je zei, ik ook hoor, wil niet op dit moment in een vliegtuig stappen. Helemaal automatisch.
zonder piloot. Precies. Of dadelijk faalt een systeem. Ja, dan wil je wel iemand daar hebben in de cockpit die ja, zo'n vliegtuig kan besturen. Het was een waar genoegen om hier met jullie te zijn. En dat jullie een beetje interesse hadden in mijn beroep. Ik wil zeggen, stel je voor jullie worden geen voetballer. Zou ik toch wel proberen te kijken naar het beroep van piloot zijn. Misschien. En waarom? Omdat, los van dat het goed betaald is, het mooie ervan is, je ziet eigenlijk de hele wereld. Dat is zo mooi. Het is nooit saai. Het is echt de leukste, althans voor mij hoor. Dus ik vind het gewoon prachtig. Elke dag zit ik in mijn kantoor, mijn cockpit. En ja, ik zie zulke mooie dingen. Wolken, de zee, bos. Doe je handen en je voeten pijn? Voor het met het langzitten? Nee, We rusten er wel goed uit hoor. Als je pas Suriname naar Sweden vliegt, gaat het ook niet pijn. Ja, dat is wel echt lang. Dat is werkelijk 9 uren, 10 uren. Maar tijdens de vlucht gaan we dan een beetje lopen in de cabine. En we mogen soms ook slapen hoor. Even uitrusten. Dan valt er een ander piloot in. Yes? Maar het is een goede opmerking. In ieder geval, wat ook heel leuk is van piloot zijn, is je ontmoet steeds andere mensen. Yes? En je leert jezelf ook beter kennen, want jij hebt de verantwoordelijkheid over al die mensen. Jij bent gaan vliegen, ik moest je veilig brengen naar jouw destinatie. En dat is heel veel verantwoordelijkheid. Dus daarom, piloten, die mogen niet drinken, moeten gezond zijn. En natuurlijk, net als ik zeg, moeten blijven studeren. Yes? Daar zijn we weer. We zijn beland in de quizbox, waar we dus twee zussen, twee broers, een broer en een zus, of een zus en een broer, vragen stellen om te weten, om erachter te komen hoe goed ze elkaar kennen. Vandaag zijn we met, hoe heet jij? Jelissa en? Merangelique. Oké, jullie zijn zussen van elkaar? Ja. En wie is ouder? Eigenlijk zie ik het al. Hoe oud ben jij? 10. 10. En jij bent? 6. 6 jaar. Oké, en jullie kennen elkaar heel erg goed. Ja. Heel erg goed. Echt helemaal. Oké, ik ga een paar vragen stellen. En dan gaan we kijken straks als jullie alle vragen goed hebben. Of hoeveel vragen jullie goed hebben. Maar voordat ik dat doe, ga ik even een headphone zetten op jouw oortjes. Zodat je niet hoort welke vragen we stellen. En zo meteen gaan we het opnieuw doen. Goed zo. Zo. En dan gaan we niet te luid praten, anders gaat ze ons horen. Hoor je me? Oké, zo hoort ons niet. Goed zo. Jelissa, dan ga ik even vragen. Wie van jullie twee is de liefste? Mijn zus. Je mag het gewoon zeggen. Je zus. Je zus is liever dan jou. Oké. Wat is haar favoriete hobby? Wat doet ze het liefst? Wat doet ze graag? Tekenen. Oh, en ze kan ook goed tekenen. Oké. Wat is haar favoriete vak op school? Van welk vak houdt ze? Ik weet niet. Dat weet je niet, ne? Je weet niet als het rekenen is of taal. Dat weet je niet, ne? Ik denk dat het is tekenen. Tekenen ook, oké. En waarvoor is ze heel erg bang? Ze is... herfobia. Wat zei je? Herfobia. Of ze heeft een... ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ja. Hoogte. Ja, hoogtevrees. Ja, oké. waarin is ze heel erg goed? Tekenen. Alles is tekenen, hè? Ik dacht het al, ja. Oké, en wat wil ze later worden? Een architect. Een architect, serieus? Zo tof, oké. En heeft je zus ook een superpower of kan ze iets dat anderen niet echt goed kunnen? Ja. Yeah. Wat is dat? Tekenen. Ik dacht het al, ja. Oké, en wat is haar favoriete dier? Het moet zijn sugar glider. Een? Sugar glider. Sugar glider, wat is dat? Sugar glider. Sugar glider. Wat voor dier is dat? Ik weet niet.
Ik weet, oh, maar nou, dat zij weet het. Oh, zij weet het. Oké. Oké. Goed zo. We hebben je vragen gesteld en dan gaan we haar nu. Zo. We hebben je zus, je zusje, een paar vragen gesteld. En dan gaan we nu kijken hoeveel jullie goed hebben. Ben je ready? Ja. Oké. Okay. Wie van jullie twee is de liefste? Wat is dat? Jij moet me zeggen. Ik. Jij. Oké. Okay. We gaan gewoon door. Wat is je favoriete hobby? Wat doe je het liefst? Ik hou van tekenen. Tekenen, oké. Okay. En wat is je favoriete vak op school? Rekenen. Rekenen. Oké, okay, lijkt op tekenen. Rekenen en tekenen, oké. Okay. Waarvoor ben je heel erg bang? Hoogte. Hoogte, oké. Okay, je hebt een beetje hoogtevrees. Maar dit is niet hoog, toch? Nee. Oké, okay, mooi. Waarin ben je heel erg goed? Ik ben heel erg goed in tekenen. In het schrijven. Oké, oké. Wat is je droomberoep? Wat wil je later worden? Architect. Architect, oké. Okay. En heb je een superpower? Iets dat anderen niet zo goed kunnen? Ik wil bijna mijn oren dichtmaken. Zeg maar. Tekenen? Ik dacht het al, ja. Oké, okay, en wat is je favoriete dier? Mijn favoriete dier is een hond en een axolotl. Een? Axolotl. Axolotl. Is een soort vis. Is een soort vis. Oh, oké. Okay. Voor het eerst. Ik ken alleen Kwikwi en Anjumara. Maar die is ook goed. Nee, ik heb drie. Drie. Wat is die dan? En een sugar glider. Wat is dat? Is een chipmunk dat kan vliegen. Oh, een sugar glider. Oké. Okay. We hebben in totaal 8 vragen gesteld. En van die 8 vragen... Van die 8 vragen hebben jullie 7 goed. Want in plaats van tekenen, heeft zij gezegd rekenen. Maar rekenen en tekenen lijken op elkaar, toch? Dus ik mag zeggen, jullie kennen elkaar, of jij kent je zus, heel erg goed. High five. 1. En jij ook een high five. 2. Ik ken mijn zus haar favoriete kleur. Je kent haar favoriete kleur ook. Wat is haar favoriete kleur? Diezelfde kleur dat die stoel is, wat is het dan? Geel. Dat is je favoriete... Oké. Oké. Mijn favoriete kleur is... Blauw. Ik hou ook van blauw, boy. En geel ook een beetje. Want de zon is geel, hè? Ik denk het. Nee, ik hou gewoon van... Geel. Ja. Van blik. Oké. Dat was het dus. De siblings, de twee zussen die elkaar op en top kennen. Ze kennen zelfs elkaar. Favoriete kleur, ik weet niet, favoriete eten. Alles weten ze over elkaar. Dankjewel meisjes. Groeten jullie de kijkers. Bye. Ook vandaag hebben we een talent in de talentbox. En haar naam is Melanie. Ze gaat een lied ten gehore brengen. Genaamd The Fight Song. Melanie, laat ons horen. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep. Yeah, it's been 2 years, I miss my home, but there's a fire burning in my bones. I still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream and aloud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove one more right song. My power's turned on. Study right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. Cause I still got a lot of fight left in me. Yeah, I still got a lot of fight left in me. Wauw, Melanie zingt Fight Song en ze brengt het geweldig, geweldig gedaan. Dankjewel Melanie. En je merkt het, talent, talent, talent. We hebben weer enorm veel plezier gehad in de Babbelbox. En ik wil dat zeggen, tot de volgende keer. Bye! This is another Supreme production. Supreme TV.
entertain, to inform, to inspire.